Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ja, jullie zien hier ongetwijfeld een doos naast mij staan. Onder die doos zit nog een doos. Ik heb namelijk twee leuke pakketjes binnengekregen. Ik heb ze zelf betaald. Ik word hier niet voor gesponsord. En ik dacht, ik heb ze gisteren gaan afhalen bij het postkantoor. En ik dacht, ik ga gewoon wachten om ze open te maken. Want ik wil ze samen met jullie openmaken. Dus, genoeg gebabbeld. Ik ben geen specialist in pakketjes openmaken, dat weten jullie. Maar ik doe er gewoon mijn ding bij en ik voel me daar goed bij. Iedereen weet al ondertussen, bol.com is eigenlijk mijn favoriete winkel. En ik zoek hier A. Hier heb je dus zo'n soort opening. Ik ben dat niet gewoon, zo ver van mijn camera. Ja, Lopken is ondertussen ook heel nieuwsgierig. Het eerste is een boek. Nee, Lopke? Een boek, hè? Ja, een boekje. Ja. Kijk eens, Lop. Daar, camera. Zot. Nee. Het eerste is dus een boek. Dit boek. Misselijk van angst. Hallo. Focus. Ah, daar zijn we terug. Dus even terug van in het begin. Dit boek heb ik gekocht op aanraden van Gilles van Doren. Want YouTube-kanaal Gilles van Doren. Zij heeft namelijk zelf emetofobie. Wat is emetofobie? Dat is angst voor overgeven. En dat is ook een van de angsten dat ik heb. Nu, bij mij is geen emetofobie vastgesteld, omdat mijn angst heel uitgebreid is daar rond. Dus misschien dat het ooit wordt vastgesteld, maar... En ik weet dat ik heel kleinschalig moet gaan beginnen. Mijn begeleider heeft dat mij ook al een paar keer gezegd. We hebben gisteren ook een goed gesprek gehad samen. Ik heb ook een beetje mijn emoties kunnen laten tonen, wat ik heel moeilijk vind. Ik vind het heel moeilijk om met mijn emoties om te gaan. Ik ben iemand dat alles opkropt qua emotie, woede, frustratie. Maar bij mij komt het er allemaal huilend uit. Dus ik ga ook makkelijker gaan wenen als ik alleen ben. Gewoon om de buitenwereld niet te moeten ermee lastig te vallen. Maar ook gewoon omdat... Ja, ik heb niet altijd een reden om te wenen. Weet je, ik heb precies altijd een reden nodig om aan de buitenwereld te moeten gaan vertellen waarom ween ik. Ja, gewoon omdat het mij te veel wordt. En de angst rond overgeven zit bij mij heel diep. Dus ik moet inderdaad kleinschalig beginnen, zoals ik al zei. En ik weet, Gilles heeft heel veel hulp gehad aan dit boek. Dus erbij, ik heb het een keer gekocht. Ik hoop dat ik er ook wijzer uit word en dat dat mij ook een beetje helpt. Hier staan, dat is iemand, dat is een soort psychologe denk ik. En zij heeft daar haar eigen verhaal in geschreven naar het schijnt. Maar ook getuigenissen van andere mensen die emetofobie hebben. Dus ik hoop aan die getuigenissen en misschien aan die tips, want naar het schijnt staan hier ook een paar hele leuke tips in, hoe je daarmee om kan gaan met die angst. Ik hoop echt dat het mij ook stukje bij beetje een beetje kan vooruit helpen. Want ja, mijn psychologe zelf raadt mij altijd EMDR aan. Ik heb daar al eens een video over gemaakt. Moet maar eens daar. Ik moet daar maar eens. Nee, daar. Ik heb het altijd zo moeilijk. Waar? Daar. Ja, daar. Moet maar een keer kijken tussen een van mijn video's. Ik ga een linkje zetten in de beschrijving. Mijn EMDR. Allee, weer een EMDR sessie. Normaal gezien heb ik daar een video over gemaakt. Ik zal eens kijken. Heb ik hem, dan plaats ik hem in een linkje in de beschrijving of in het i'tje hier
rechtsboven. Daar of daar. Ik ben er altijd moeilijk mee. En anders moet je maar zelf eens kijken. En een keer googelen wat dat EMDR juist is. Ja, dus mijn psycholoog raadt altijd EMDR aan. Maar dat helpt bij mij niet. Ik vind daar geen rust in. Ik kan mij heel moeilijk concentreren op, ja, op die trillingen. Ik krijg zo twee bolletjes in mijn handen. Omdat ik haar, als ik haar vingers moet volgen en tegelijkertijd mij moet focussen op een bepaald geluid, geur of herinnering van iets. Hè, omdat het met overgeven te maken heeft. Ik word daar duizelig van. Hoe noemt dat? Ik heb niet alleen tinnitus, gefluit in de oren, maar bij mij is er een aantal jaren geleden een vorm van ik kan er even niet op komen. Als ik het woord kan vinden, dan plaats ik het hier even hieronder wel in het scherm. Ik kan er even niet op komen. Maar dus dat, hè, waardoor dat je dus bij bepaalde bewegingen gewoon duizelig wordt. En als ik iemand zijn vingers moet gaan volgen, ja, dan word ik daar gewoon duizelig van. Dus vandaar ook die bolletjes dat dan trillen in mijn handen. Terwijl dat trilt, moet ik constant gaan denken aan die bepaalde geur, aan die bepaalde gebeurtenis. Dat is EMDR. Maar ik kan mij daar niet op focussen. Ik vind dat zo zwaar en zo moeilijk dat dat mij gewoon niet lukt. Dus ik hoop stapje bij beetje met dit boek er toch te geraken. En het is natuurlijk ook gewoon leuke lectuur. Maar ik heb niet alleen een boek besteld, maar ook een heel leuk pakketje. Mensen die hier al heel vaak besteld hebben, zullen de verpakking ongetwijfeld kennen. Maar voor mij is het allemaal nieuw en de eerste keer. Namelijk Blond Amsterdam. Ook weer door Jill, maar ook door andere YouTubers dat ik volg, zoals Manel de Zwart. En ongeloof, er zullen nog wel YouTubers zijn, maar ook wel andere mensen die Blond Amsterdam servies kennen. Het is ja, porselein, dus dat is heel breekbaar, heel teer. Maar ik had zoiets van, ja, ik wil wel een keer eens een paar glazen proberen. Die zagen er mij leuk uit en die waren niet zo duur. Dus ik heb een paar leuke glazen besteld van Blond Amsterdam. Dus kijken dat ik het zo open krijg zonder... Ik ga even een schaar halen. Voilà. Hoe kunnen we dat zo even openmaken? Ik zal het zo zetten, want hetzelfde geld schuif ik uit met de schaar en zijn we nog veel verder van huis. Ja, Lopke is heel nieuwsgierig natuurlijk. Bij bol.com kun je trouwens ook een aantal zaken van Blond Amsterdam kopen, heb ik gezien. Maar ja, ik heb al in het verleden zoveel pakketjes besteld bij bol.com. En als ik die dan ga ophalen bij het postkantoor of ik krijg ze hier thuis toegestuurd, dan is die verpakking van tijd soms beschadigd of er zit een blutsen of een scheur in. En ik heb zoiets van, ja, dat is heel fragiel gemaakt, dingen van Blond Amsterdam. En dan heb ik zoiets van, ja, het laatste wat dat je wilt, je geeft er dan geld aan. Het is al gelijk hoeveel geld dat je eraan uitgeeft, of ja, een bon of zo. Hè, want je kunt ook een blondpas cadeau krijgen of cadeau doen. Moet maar eens kijken op de website. Je geeft daar dan geld aan en dan krijg je, dan krijg je servies in gruzzelementen van één, om het zo te noemen, of met een stukje af. Dat is het niet, hè. Daarmee, ik weet van video's van Jill of van andere mensen, dat Blond Amsterdam heel goed zijn servies impact en weet ik veel, voordat ze het opsturen. En kijk, ja,
kun je het misschien zien, zo van die bubbeltjes plastic. Allee, het is niet de bubbeltjes plastic dat ik gewoon ben. Hè? Ja, Lopke vindt dat ook interessant. Ik ga dat hier leggen. Je ziet wat dat Lopke ermee gaat doen. Amai. Je zit er nog onder. En nu moet ik echt gaan opletten. Want het zit... hieronder zit het. Maar er zit dan ook nog zo van dat papier rond. Ja, ik had hier het er wel drinken gezet. Dus hier in mijn pakketje. Voilà. Ik ben geen specialist in pakketjes open doen. Daarvoor maak ik ook geen video's, maar ik vind dat gewoon leuk om te delen. Ah, hier. Pleister. En dingen. Ah, voilà. Hier zijn mijn glazen. Oeh! Ah. Allee. Zitten zo echt zo aan elkaar geplakt. Logisch, het zijn glazen. Ze zitten zo in elkaar. Gehaakt zo, hè. Gelijk dat je van tijd je glazen zelf ineenzet voordat je ze wegzet in de kast. En dan zit er zo papier rond en rond heel dat papier hebben ze plakband gedaan. Logisch. En ook heel handig. Voor de mensen die denken, Debbie, jij kookt veel, ik spaar daarvoor. Hè. Ik weet het, van tijd geef ik iets te veel geld uit, maar wie doet dat dus niet? Papier, papier, papier. Lopke is ook heel benieuwd, want hij zit ook op de achtergrond, in de zetel. Oh, schoon. Zo mooi. Oh, amai. Oh, kijk. Oh, cute. Ik dacht dat dat kleiner was. Dat zijn echt toffe waterglazen, zo. Waterglas of een fruitsapglas of zo. Ja, mooi. Of voor mijn Pasen. Why not? Voor mijn Pasen. Ik had van dit glas, dus ik had een roos, een groen en een geel, geloof ik. Maar er was van eentje niet. Was er de kleur niet. Anders had ik direct alle vier het setje. Zo. Even zien wat dat glas is. Ik weet het niet meer. Ik weet dat er een kleur niet was. Maar zal ze biedt wel zien als het uitgepakt is. Nu hoop ik dat ik door mijn lompigheid dat niet laat vallen. Dat zal het wel zijn. Hè? Eerst zo gezegd bol.com de schuld geven. Stel dat je het bij bol.com laat bestellen en laat afleveren en dan zelf het laten vallen. Dat zat zo. Ah, het gele. Ook leuk. En mooi. En dan mijn laatste glas.
Hoi. Oh, het rode. Nou, dan weet ik het al. Ik geloof dat het blauwe was dat niet... Ik geloof dat het blauwe was dat niet leverbaar was. Ik ben heel blij met mijn glazen. Ik ga deze afwassen en in de kast zetten. En dan was dit mijn unboxing video. Vond je dit nu een leuke video? Geef het een duimpje omhoog. Abonneer nog even hier beneden op mijn kanaal, zodat je niks van mijn video's hoeft te missen. En ik zal het ook heel erg leuk vinden, want zo help je mijn stukje bij beetje verder naar een beter YouTube-kanaal. Ik doe het nog altijd voor jullie, beste kijkers en liefste kijkers. Laat ook even gerust een reactie achter. Mochten die openstaan. Tips zijn ook altijd welkom voor betere video's. En dan hoop ik jullie binnenkort weer te kunnen verblijden met een nieuwe video. Salutjes!